overmaat voor velen. Ze waren zo verrast, ik kon de man van vroeger dagen dat er nu wel over was. Kan je niks verwijten, was dat echt een poosje dag. Maar meneer was de laatste keer dat ze mij met een horloge zag. Is aan de naad, veel te vaak, in regelmaat. Dat is een drukjaar, zeg dat gerust, ja. Veel te verwerken, wat me niet met rust laat. Het is mooi als er iets gebeurt, wat je weer bewust maakt. Van waarom je niet dus klaar. Ik snap dat ik het net liefde deed, maar dat waarderen sommige types genees. Eerlijk gezegd vond ik het niet zo vreemd. De realiteit is niet dezelfde als die ik beleef. Wat een grote prijs in 2001. Had mijn investering terug van mijn NPC. Blootde de fuck off als vuurwerk in deze deed. En nu kan je rijden. Maar daarvoor was er nog een heel traject. Wat je nooit hebt gecheckt. En 10 jaar bezig met testen. Dus we waren niet met een rookie. Ik heb straks over pussy. Flint brengen ons is. Nou met al die wat ik niet over hip hop ging. Realistisch was geen klemmer of glimmer ding. Straight op gevoel was ons doel. Zit maar op klaren met de hit. Maar mensen en ik hielden het gewoon cool. Daar met jou altijd laat. Zie je met verwoord. Waar je in één keer in een volle ahoy staat. Ik moest mijn medeleven tonen aan de familie Prins. Schijnt als jij dit niet professioneel vindt. Volgens sommigen moest ik op mijn tellen passen. Van 9 tot 5 moest ik wel met mijn werk kappen. Met een paar keer zelfs gezellig vatten. Maar ik heb er genoeg vast, sukkels visie aan te pakken. Gasten zitten alleen maar op de tik. Doe jacks, weet je niet eens hoe dit begonnen is. Stakkers vinden zichzelf trappen. Brengen een clip naar de box, laten hem aanvragen door hun makkers. Vroeger waren ze gammer, dat zijn niet in biografie. Ze verschrijven feiten dan, zie je niet. Ik ben zoveel te geven. En dat laat ik je weten. Wie anders dan Reemster is dagelijks bezig. Dus ik ben bekwamer en beter en scherper. Als je iets wil moet je werken. Welke gast wil voor ze zit sterven. Want voordat die sterft is zichzelf wat beperken. Ik ben diegene en laat het je merken. Rappers zijn kleurloos, laten we werven. Je hoort ik heb andere shit. Ben handig met dit, een man en geen kind. Veel rappers met hits hebben hits. Want ze wouden geen vrouw, maar rozen het zit. Dat is wat je krijgt als je het zoekt. En er is geen verschil tussen Saddam en Bush. Spelen hetzelfde spel. De strijd om macht in de vorm van geld. Maar ja, niet iedereen ziet het. En sommige kids zitten in een identiteitscrisis. Spelen een rol, weet jij nog wie wie is? Nazi's op straat, is toch de ziekte? Ik zie het allemaal, voor veel is het te laat. Want ze zijn al verdwaald. Kids van 14 gaan nu al met no achterna. Verover je maal, denk erover na. Oh, alles lijkt zo ver van je bed. Ik in het onder de loop, nee, derde, dertig iets jet. We gingen met Sierra Leone toe, dus ik weet wat ik zeg. Van de 10 jaar duur. In de oorlog zag je nog het effect. We werden jouw stress ook weg. Was de best wat betrokken. Een stukje paradijs wat uit de hel was getrokken. Waar de mensen ook hoofd hebben om thuis te werken aan morgen. Ik zag kleine kinderen die voor zichzelf moeten zorgen. Ouders uit het overmoren, vermoorden en bellen. Of door één kom op te roepen die eigenlijk kwam om te helpen. Is dus bijna hetzelfde. Niet zo zwart-wit als het lijkt. De goede en de slechte zie je in films altijd. En voor de mensen is het moeilijk om elkaar weer te vertrouwen. Als iemand je familie vermoord hebt, ben je nu samen aan het land moet bouwen. Want vergeten betekent niet altijd vergeven. De oorlog is over, maar mentaal is iedereen er nog mee bezig. Hoe sta jij in de wereld? Met een PlayStation en een TV. Hey, ik vraag je wat, kerel. Dit is jouw wereld. Ben je er wel van bewust? Niet ongerust. En ik vraag je wat, stress. Hoe sta jij in de wereld? Doe je niet verder dan internet op de krant? Joden is meer aan de hand. Wie zijn de gangsters? Correct, maar dat komt wel. Luister goed, homie. Al die rap gangsters zijn phony. Wil je een gangster zien? Kijk naar die man Berlusconi. De sick media was voorzitter van het Europees parlement. Heel wat anders dan waar jij mee bezig bent. Toch noem jij jezelf een gangster en hij zichzelf politicus. We wapen met een pen, hou niet eens zelf te schieten dus. Zijn handen worden niet veilig, ook al is zijn hart het al. Ziet verschil tussen jou en een gangster, snap je dat? Dan geef je steun je van jullie kinders. Die gaan er een strot vliegen en bedriegen voor een ware euro wereldwinner. Het is niet gangster broer, het is bloem. Echte gangsters zijn alleen gefocust op die grote som. En als die eenmaal binnen is, overwinnen ze elke hindernis. Waar dus geld vindt en investeren in nieuwe shit. Ga een vakantie naar Mexico en als ze het leuk vinden blijven ze daar. Jij knoopt op straat nog steeds de eindjes aan elkaar nou. En de gangsters zitten in het kabinet. Wanneer ze plannen maken lig je al in bed. Wie zijn de gangsters? Wat denk je van Shell en OPEC? Iets wat je nooit checkt, de reden dat ik zo rap. Check de immigratie die zijn geld verdient aan vluchtelingen. Deze straat is vriend. En zelf zeg ja. Als je voelt doe ik rap je stuff. Als je hoort wat ik zelf zeg. Als je deze shit drinkt, heb ik nieuwe nieuwe spirit. Op die nieuwe shit heb ik weer wat in zeg. Leemster is terug, dus je checkt het. Je weet een opkomst van bewustere rappers. Hoeven ze deze de club, ga gerust uit je stekken. Vroeg van de jaar terug en schrijf rustig mijn teksten. Ik zijn nooit niet meer de beste, ik ben alleen echter. Mijn visie is niet
niet van iemand die kijkt door het rechter. Want we zien bloot, je loopt in de tunnel. Pas spelers in de game, maar meer grotere lubbels. Gasten die rappen over hoe groot je nul is. Over hoeveel ze verdienen, terwijl dat 0,0 is. En dat is hetzelfde wat ze bijdragen. Maar deze hip-hop city kids mogen stoppen als ze de mij vragen. Maar dat doen ze niet, ze weten hoe ik erover denk. Hun irritante flow zijn meestal wel hoge stem. Oude mannen verhalen van kleine jochies doen me weg. Ze praten over verdriet, maar weten niet wat pijn is. Diezelfde gasten zeggen, racer is niet kwaad genoeg. Oh, dat komt zo, we maken niet terug, maar mij kwaad genoeg. En kijk hoe lang het duurt voordat je beseft nadat je bent gesmekt. Wat dan aan het is en wat echt gezegd, ja! Als je voelt, doe ik het zo weg, ja! Als je hoort wat ik zelf zeg, ja! Als je denkt dat er al te veel tracks zijn gemaakt over geld, geweld en seks, zeg ja! Hip-hop is een creatieve uitlaatklep. En boven alles een rebelse muziekvorm. Dus als je niet creatief bent of geen rebel in je hebt, blijf met je fucking poten van hip-hop af. Oké. Okay.